Mooie doos. Open the box to get surprised. Elefoon. Pioneer. Ik zou nog wat zeggen. Hey, daar ben ik weer. Vandaag doen we een unboxing en een first impression. Hè, onze eerste indrukken van de Elefoon P7000. De, ja, wat zal ik zeggen, hè? Octa-core telefoon, 3 gig werkgeheugen, 16 gig aan opslag. En ze hebben veel reclame gemaakt over deze telefoon. Zeker met de flash deals, daar heb ik hem ook vandaan gekregen. $159 voor al dat moois. 5,5 inch full HD scherm met 4G LTE. Nou, dat konden we niet weerstaan natuurlijk. Dus ging ik op zoek tijdens de flash deals. Nou, het is een mooie doos. Die hebben jullie vast al eerder gezien bij de andere unboxings op YouTube. De Engelse versies. Hup, we trekken hem open. Nou, wat zit er allemaal in? Deze kant is leeg. Ja, er zit nog één screen protectortje in. Laten we eens even kijken. Dat is de normale screen protector. Geen tempered glass gebeuren. Dan hebben we hier nog een standaard USB kabeltje. Ook niet zo bijzonder. En omdat het de UE versie is, een UE charger. Laten we eens even kijken of het nog een bijzondere charger is. Nou, deze heb ik dus tijdens de flash deal gekocht. Dus normaal zou je er volgens mij nog een flip cover bij krijgen. Maar ja, dat vond ik niet zo interessant. En ik vind het beter om hem voor 159 zonder flipcover te kopen. Een 5 volt lader, 1 ampère. Dus niet zo bijzonder dus. Ik dacht misschien is het een fast charger, is het ook niet. En dan gaan we naar deze kant toe. Wat hebben we hier nog meer? Een quick starter guide. Dat zit er nog bij. Hup, laten we deze even pakken. Elefoon quick starter. In het Engels. Dus dat is wel mooi. Ik kan gelijk beginnen in het Engels. Gaan we straks doorlezen. Niet dus. En dan de telefoon zelf. Mooi verpakt. Elefoonfolietje. De stickertjes met de gegevens. Hartstikke mooi. En dan het toestel zelf. Heel mooi. Wat staat er allemaal op? 3 gig werkgeheugen. Press touch. Ja. 64 bit. 5,5 inch. 13 megapixel. 3450 mAh batterij. En een metal frame. Dat is best wel bijzonder, zeg ik zelf. Ik heb de witte model gekregen. De zwarte waren er nog niet. En het valt me op dat dit toch een beetje rosé metalen behuizing is. Want dit is de gouden behuizing, als ik het zo zie. Dus ik weet nou niet precies wat ik gekregen heb. Nou, laten we het folietje eraf trekken. Even kijken. Hup, daar gaat hij. Oh, kom eens. Hoppa. Nou, er werd veel geklaagd over het scherm. Dat het zo klein is. Dat de randjes lelijk zijn. Nou ja. Hè? Je moet maar zo gaan. Het is nog steeds een Chinese telefoon. En Photoshop doet veel natuurlijk voor de jongens. We hebben hier volume rockers. Geloof ik. Omhoog omlaag. Een aan- en uitknopje. De USB laad. Aansluiting, een koptelefoon aansluiting. Dan hebben we hier die 13 megapixel camera en een LED flash. En hieronder de twee speakergaatjes, die geen speakergaatjes zijn volgens mij. Wat zit er nog achter het kleppie? Die gaan we ook even opengooien. Hup. Hup. Ach, ze zit wel strak vast. Hop. Hop. Nou, dit is even deze opzij leggen. Een batterij. Nou, er staat op 3450 mAh. Dus dat zit wel goed. Oh, sorry. En ja, de standaard dingetjes eigenlijk. Nou, gaan we dit even eraf halen, anders gaat hij niet aan natuurlijk. Hup. En dan pakken we even deze erbij. Het toestel zelf.
Het is dual SIM, zoals ik zie. En hier een slot voor de SD-kaart. En nou ja, er staat nog hier wat informatie. IP7000, 3450 mAh. De vingersensor zit hierin. Hier zit nog een antenne, geloof ik. LTE-antenne zie ik hier staan. En hier staat GPS en wifi en bluetooth. Hier hebben we dus 3D sound. Hier nog een 4G antenne. En ja, zoals je ziet hebben deze dingen één kant geen functie. En één kant volgens mij stuurt hij het geluid door naar hierachter toe. Dus dat is dat. Nou, het toestel zelf. Nou, ik had het over buigen. Maar ik ga hem niet helemaal zitten buigen. Ik heb er geld voor betaald. Hij voelt stevig aan. Stevig. Dus ik kan niet zeggen dat het echt een buigzaam model is. Dus dat is. Dat hebben we bij andere Chinese telefoons wel anders gezien. Het achterklepje. Dit is volgens mij een beetje voor de stevigheid. Het is geen NFC-antenne. De achterkant is gewoon buigbaar plastic. Een beetje met het mat witte achterkantje. Dan gaan we hem nu eventjes aanmaken. Kijken wat er allemaal tevoorschijn komt. Ik moet eerlijk zeggen, het voelt aan als een stevige telefoon. Het voelt niet goedkoop aan. Het voelt echt goed stevig aan. En dan gaan we eens even aanmaken. Kijken wat hij doet. Nou, 11 ohm. Gelukkig zit er genoeg prik in. Ik geloof dat dit een batterij of een microfoon is. En dan gaat hij. Geluid klinkt wel goed. Hup. Eens even kijken. Nou, een nieuwe simkaart. Het scherm ziet er leuk uit. Eens even kijken of hij wat meer aan scherm heeft. Nou, hij staat al op vol. Dan moet ik eerlijk zeggen, het ziet er niet zo fel uit. Welkom, ja, got it, wegwezen. Nou. Voelt goed aan. Nou, zo kan je het zien een beetje. Dit is dus het scherm. Dan heb je ja, een best wel dikke bezel ertussen. Van hier naar hier. Dat is een beetje jammer. Dan maak je zo'n mooie telefoon. En dan is het scherm een stuk kleiner. Ja. Dat is wel jammer. Wat hebben we hier dan nog? Ja, zo kan je het een beetje beter zien. Dit is het dus. Er zit, ja, laten we zeggen, een 3 mm ertussen. Van het rand naar het scherm, naar het echte scherm, zeg maar. Een homeknopje zit erop. Zit een lampje op. Waarschijnlijk kan je dat nog afstellen. In welke kleur hij moet uitzenden. Of weergeven. Er zit een trillmenu op. Dat voel ik nu tijdens het gebruik. Hier hebben we dan die 5 megapixel camera. Een luidspreker voor het gehoor. En hier nog een nabijheidssensor, als ik het zo goed heb. En voor de rest, ja, moet ik eerlijk zeggen, het voelt goed. Als een goed stevig toestel. Ik ben wel benieuwd hoe die sensor werkt. Dus we gaan even kijken of we de sensor kunnen instellen. Of dat wel zo'n goede sensor is. Ik heb natuurlijk, net als jullie ook, zeg maar de YouTube filmpjes bekeken. En daar ging het heel goed met de sensor. Dus ik ben benieuwd. Ik wil dat even uitproberen. Laten we eens even kijken. Er zit een screen protector op. Die zit erop. En dat kan je weer hier zien. Dat hebben ze weer heel lelijk gedaan. Ik heb daar echt een hekel aan. Dus we gaan dat waarschijnlijk binnenkort eraf halen. Even kijken. Storage fingerscanner. Laten we dat eens even proberen. Use fingerscanner. Bla bla bla. Even kijken. Hup. Ja, en dan gaat hij. Even kijken hoor, waar zit hij hier? Ja. Please touch. Hop. En dan nog een keer. Please touch. En dan nog een keer. Ja. En dan gaan we hem nog een keertje doen. En nog een keer. Nou, hebt u nou door of niet? Kom op.
Ja. Nou, zo ga ik even een wachtwoordje erin knallen. Even kijken. Hup, continue. Continue. Oké. Okay. Nou, dus dan zou die nu met alleen maar met de vingerscanner moeten unlocken. Even kijken hoor. Oh, wacht, moet ik hier wat doen of zo? Swipe to unlock. Oh, wacht, dan moet ik het nog even instellen. Dat weet ik natuurlijk niet zo. Fingerscanner en dan screen lock. Fingerprint lock. Ja, anders doet hij niet natuurlijk. Hup, gaan we nog een keertje. Hup. Ja, oh, dat werkt best wel prettig. Nog een keertje. Oh, wacht, dan moet ik hem eerst aanmaken natuurlijk. Dus hij leest mijn vinger wel best wel goed. Even kijken of hij het zo doet. Nee. Nog een keertje. Dus je hoeft eigenlijk niet zo lang je vingeren te laten lezen. Dus dat werkt best wel prettig. Nog een keertje. En dat is hij. Dus de vingerscanner werkt best wel fijn. Nou, ik ga dus deze telefoon een tijdje testen. En zoals gewoonlijk ga ik dus jullie een uitgebreide review geven over deze P7000. En dan horen jullie of het wat is voor die 159 euro of dollar. Ik zou sowieso niet de volle prijs gaan betalen. Dus ik ben echt voor de flash deal gegaan, want ik wou echt niet volle pond gaan betalen. Dus ik ben benieuwd. Jullie zullen van mij gauw genoeg, zeg maar, een uitgebreide review krijgen. Tot de volgende keer.